Ja, de vorm als aas heb ik altijd al heel erg op prijs gesteld. Vanaf kind, van kinds af aan. Sinds ik me erin verdiept heb in de worm en ze ben gaan kweken, heb ik erachter gekomen hoe belangrijk een worm kan zijn voor onze aarde. En de wormenmest, dat is een zo hoogwaardige biologische mest. Ja, die worm die kan in de toekomst kan die heel veel voor ons betekenen, voor ons mensen. En zo is die passie voor wormen en de kennis die ik van wormen heb opgedaan de laatste jaren, is enorm gegroeid. Wanneer ben ik begonnen als wormenkweker? Ik heb het eerst hobbymatig gedaan, om te voorzien in eigen gebruik. Ik ben een fanatieke visser. Een aantal jaren geleden ben ik uit het werk gekomen door gezondheidsomstandigheden. Mm-hmm. Ik moet ook eerlijk zijn, ik kon mijn werk toen ook echt niet meer verrichten. En ik kreeg de tijd ook niet om te herstellen. Dus ben ik op die manier er wel uitgekomen. En het is ook wel in het begin steeds erger geworden. Maar de wil om toch iets te doen, om niet de hele dag thuis te zitten, die was toch groot. En ben ik ook blij dat ik niet stil ben gaan zitten. Ik ben heel veel gaan vissen. Heel veel. En wat normaal gesproken, waar je echt plezier aan hebt. Ja, als je dat te vaak doet, zelfs dat gaat je tegenstaan. En toen kwam eigenlijk het idee om iets voor mezelf te beginnen. En in de vorm van een wormenkwekerij. Ik ben er eerst klein mee begonnen. Dat deed ik thuis. Ja, tot de ergernis van mijn vrouw op een gegeven moment. Want toen de vliegjes erbij kwamen, de wormen op zich waren niet zo'n probleem. Maar er kwamen vliegjes, andere diertjes. En toen vroeg ze me toch heel vriendelijk om een andere plek te gaan zoeken voor mijn kwekerij. Dat heb ik gedaan. Ben ik in de buurt ben ik gaan zoeken, heb ik rondgefietst, rondgevraagd. Kwam ik in een hele oude stal kwam ik terecht. Die stal die stond dus al een tijd leeg. En ik mocht hem wel gebruiken. Dan ben ik eerst een paar maanden bezig geweest om het zo te krijgen dat ik er ook echt wormen kan kweken. Ik heb ruimtes geïsoleerd, ik heb betere deuren erin gezet, ik heb het dak dichtgemaakt. Hier ben ik begonnen. Hier had ik helemaal vol met bakken staan. Ja. Ik had het zodanig geïsoleerd dat zelfs bij kou gewoon bijna 20 graden hielden. Ja, ik heb hier wel leuke herinneringen aan. Ja. Daar had ik alles vol staan met witte bakken. Die ik nu nog steeds heb. Het is behoorlijk spanning hoor. Zijn de trekstangen er ooit uitgeslepen? En nu is het dak helemaal naar buiten gaan staan. En de muren staan ook helemaal naar buiten. Kun je wel zien als je er buiten langs heen kijkt. Dus, ja. En ik moet eerlijk zijn, er waren momenten dat ik dacht van, waar ben ik aan begonnen? En toen ik op die 100, 200 kilo zat, toen werd het 7 met de hand, werd toch wel een beetje veel. En via heb ik contact weer te leggen met een oude wormenkweker. De man was inmiddels al 71. Die wilde stoppen. En die had mij opgezocht via het internet. En we hadden een keer gepraat bij een leverancier van grondstoffen. En die zegt van, ik heb gehoord dat jij voor jezelf een wormenkwekerij aan het opbouwen bent. En heb jij misschien belang bij een zeef? Heb jij belang bij bakken? Heb jij belang bij banden? Ik zeg, ja, ik weet niet of ik daar het geld voor heb. Hij zegt, kom eerst maar eens kijken. Dan praten we wel eens een keer over het geld. Dus ben ik naar Zuid-Limburg gegaan. Of Zuid-Brabant. En tegen de Belgische grens aan. En ja, ben ik daar gaan kijken. En heeft me het alles laten zien. En ja, ik was wel meteen verkocht. Nou ja. Heb ik het ook aangeschaft. Heb het zelf met een vrachtwagen opgehaald. Uit Brabant. En toen is het echt begonnen.
zit ik hier. In deze grote loods. Ja, die eigenlijk nu ook alweer, na een jaar, alweer te klein is. Het is onvoorstelbaar. Ja, ik ben heel erg gegroeid. Het kweken lukt heel goed. Ja. Op het moment dat Bart, zijn jongen uit de dagbesteding, mij vroeg of die hier wel eens een keertje zou mogen helpen, dan dacht ik van ja, waarom niet? Laten we het proberen. Ik was eerst wel terughoudend van hoe gaat hij met wormen om, hoe gaat hij met de machines om, hoe is hij tegenover mij? Dat was natuurlijk allemaal een vraagteken voor mij. Want als je uit een overspannenheid komt en diverse andere klachten hebt, dan weet je niet hoe je reageert tegenover andere mensen. Dat is een tijdje lang heel slecht geweest bij mij. En ja, eerst maar eens een paar keer geprobeerd. Nou, ja, toen dacht ik van ja, wat is een leuke jongen. Ja, het is een oude knuffelkont, maar het is een hele leuke kerel. En ja, ik heb wel wat iets aan hem. Ja, ja, ik zou vaker zo'n jongen in de week willen. Ja, dat hij mij hier komt helpen en dat ik een beetje wat kan leren. Dat hij plezier heeft hier. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk. Dat hij wel met plezier komt en ja, dingen kan doen die hij ook leuk vindt. Ja. Ja. Proost. En wat doen we altijd met de koffie, Dick Bart? Ben je hem laten voeren? Voeren we naar wormen, hè? Ja. Ja, we gooien niks weg, hè? Nee. Je tuin voeding geven. Dat doet die worm voor je. Wat je kunt doen is het blad bijvoorbeeld mulgen. Je doet het door de grasmaaier. Je verspreidt het blad over je gazon. Je gaat het maaien. Helemaal mulgen, helemaal fijn malen. En dat verdeel je dan weer over je tuin. En laat je gewoon liggen in de winter. En je zult zien, in het voorjaar is het bijna weg. De wormen hebben het werk gedaan. Je hebt nieuwe voeding in je tuin. Die bladeren ben je kwijt zonder dat je ze in de container hoeft te scheppen. En ja. Ja. En je houdt je wormen in de tuin. Je houdt je tuin gezond. Ja. Het zijn echte koffieleuten. Ja. Ja. Lijkt wel een beetje Bart. Ja.